U schrijft voor de Groene Amsterdammer. Ja. En je bent dé oranje kenner bij uitstek. Hoe combineer je zoiets? Nou, dat laat zich heel erg goed combineren, meneer Beurt. Ja, ik verzorg daarnaast voor de Amsterdamse lokale televisie het programma Appeltjes van Oranje. Oh, heel fijn. Vandaar dat mijn betrokkenheid waarschijnlijk. Ja, meneer Olmans. De man van 8 miljoen, legt u eens even uit. Oranje? Wie u bent en wat u deed. Of doet. Ik ben gepensioneerd. Kort, gewoon. Gepensioneerd. Indonesië, lunch, 8 miljoen. Ik ben een gepensioneerde miljonair. Oké, rol de volgende kandidaat maar binnen. Zet u er maar in de gele stoel. Kunnen we niet in de stoel? Nee? Wil u in de stoel, mevrouw Venne? U bent een beetje doof. U bent schande, hè, mevrouw Venne. Pardon. Gelooft u in helderziendheid? Ja, ik wel. Jomanda, kent u die? Heeft u een fles sterk water naast uw rolstoel staan thuis? Ja. Ah, dus ik kan binnenkort weer lopen. Nou, dat is weer een wondertje verricht. Oké, bij welk Duits bedrijf was Bernard werkzaam voordat hij met Juliana trouwde? Nou, mevrouw die. Brugge. IG Farben. IG Farben. Wat deed je daar, weet je dat? Wat daar gemaakt werd? Ja, verf. Ja, en wat nog meer? Gas, hoor ik. Ik hoor hier gas. Dat is een hele andere koek. Wat had hij daarmee te maken? Nou, hij wist het misschien niet, maar het is daar wel gemaakt. Wat? Dat gas wat gebruikt wordt in de concentratiekampen. Echt waar? Meneer Swaap, hoe zit dat? Ja, mevrouw heeft het aan het juiste het. Algemeen bekend dat IG Farben natuurlijk het Cyclone B-gas heeft geleverd. Waarmee de vernietigingskampen werkten. Dus. Het antwoord is IG Farben en daar maakten ze daar Cyclone B. Mevrouw Venne, Cyclone B, zegt u dat wat? U hoort het niet? Ik versta het niet helemaal. Ah, Cyclone B. Nooit geweten? Nee. Meneer Poot? Ik heb wel gehoord, ja. Gelezen, ja. Ja. Wist u ook dat Bernard dat zelf had gemaakt? Dat weet ik niet, ziet mij. Hij was een soort veredelde handelsreiziger. Hij zat daar in het kantoortje. Hij zat daar niet in de fabriek. Oh, heb je het nooit geweten? Wel, nee. Oh, nou, prima. Laat het hopen, althans. Het gaat niet goed, hè, met u. Ik krijg last van mijn stem. Dus ik denk dat we misschien wel moeten stoppen. En toch iemand anders erin, want ik krijg er een beetje moeite mee. Zullen we dat maar doen? Hè? Want het wordt zoveel gedoe. Toch? Ja. Ik pak even uw rolstoel. Kunt u er zo inspringen? Nou, als dat fijn was. Ja, ik word er een beetje moe van. Mijn stem die wordt een beetje gaat slecht met mijn stem. Man komt eraan. Kan hij weer zoenen, dat u weer ziet? Vond u het leuk? Ja. Ja, genoten? Ja. Ja. Het onder even aan bod geweest. Jammer dat het... Jammer hoor, meneer Venne. Maar je moet zo hard praten. Dat is een beetje slecht voor mijn stem. Komt u maar, mevrouw Venne. Nee, niet aan deze aanhouding. Nou. Zal ik die doen? Kunt u het alleen? Of, ja, makkelijk. Makkelijk, oké. Okay. Gaat u wel eens racen met hem? Gaat u wel eens racen zo met hem? Nee, dat is ook. Zicht trek op, alstublieft. Weet u wie dat is? Ja, dag mevrouw. Dag meneer. Dat is, u bent de schrijver. Ik ben een schrijver. Schrijver, ja. Ja, u bent pas toch op de tv geweest? Ja, nu ook helaas. Ja. Wilt u een handtekening van meneer Oldmans? Nee, deze meneer heeft een beetje koorts, oranje koorts. Oranje koorts. Nou, daar gaan we hoor. En
toen ben ik dus in de stoel gekomen. En koninginnedag toetertje. Ja. En als je dus de vragen wist, dan moest je toeteren. Ja. En de eerste vraag, ik toeterde, maar dat toetertje dat deed het niet goed. Dus er kwam eigenlijk geen weinig geluid uit. En toen de tweede vraag, en die wist ik niet, kon ik niet horen, goed genoeg horen. En ik zei al wel harder, maar het ging hier wel harder. En toen de derde vraag, en die had ik niet verstaan. En daar kon ik eigenlijk niet op reageren, want ik kon niet toeteren. En toen zegt hij, mevrouw Venner, ik moet te veel gaan schreeuwen, dus we moeten er maar mee stoppen. Leven de koningin! Wat nou komt dus eigenlijk? Goeiedag. Wat zijn dit? Dit is de oranje aanhang. Ik krijg een beetje steun van... Ben je ook pedofiel, Flemming? Nee. Wat dan? Dit zijn allemaal jonge kinderen, die neem je dan mee en dan... Het kan niet leuk, nemen. Dit vind ik heel leuk om mee te gaan. Ja, leuk. Ik vind het ook leuk. Dag. Oproppen. Dit is allemaal niks. Alle vragen. U zit toch gewoon lekker hier? Ja. Het zijn feiten, maar u wil alleen vrolijke vragen. Ik voel me heel ongemakkelijk in die stoel, hoe ik hier neergezet ben. Ik voel me gewoon lullig. Je voelt zich lullig? Ik voel me lullig, ja. Ronduit lullig. En de andere kandidaat, hoe ben u? Ik heb best naar mijn zin, moet ik eerlijk zeggen. En mevrouw, ik vermaak me wel. Hoor. Ja, ik vind het prima. Prima. En mevrouw, hoe vlak? Misschien kunnen we wisselen zo. Ja, met die stoel ben ik het helemaal eens hoor. Dus ja, ik ben blij dat ik hier zit. U bent blij dat je daar zit. Valt toch wel mee. Nee joh, ik voel me zo lullig. Ja, luister, u bent al zo ver. Ja, ik blijf zitten. Ja, zie je het. Ja. Zo. Ik heb wel laatst een trieste mededeling voor u. U mag weg. Leven de koningin! Vond u maar op mijn rug? Uw tas. Is er niks gestolen, mevrouw Vlak? Nee hoor. Oké, nou, dat was het dan weer. Nou meneer Rommans, was het een leuk quizje? Ik klets met jou nooit meer. Nooit meer. Nee. Ook niet juist voor uw microfoon? Nee, echt. Ik heb liever met iemand met een drugsverslaafde van de straat te maken. Ja? Heeft u daar wat mee te maken gehad? Nou, ze zitten wel eens in mijn portiek en dat zijn hele, hele aardige lui. Voor dat zo'n heel duur huis en dan toch nog een drugsverslaafde. Dat is helemaal. Je kletst maar wat. Ik klets wat. Ik zal u, mag ik aan u zitten? Ja. Mag ik zo vrij zijn om uw lichamelijk te betasten? Voor van pedofilie. Nee, daar wordt u helemaal niet van beschuldigd. Nee. Nou goed, het was me nog genoeg. Was nog genoeg, hè? Hartstikke bedankt. Goeie reis, meneer Holtman. Ja. Moet ik u helpen? Nee. Ik kan alles alleen. Je bent een fitte vent, hè? Zeer fit. Ja. Zeer fit. Nou, dat is een leuke afronding van de quiz. Komt allemaal niet. Sta er weer alleen voor. Nou, meneer Holmans, ik vond dat u een sympathieke jury was. René? Succes bedankt. Met uw programma. Ja. Bedankt hoor. Dag. Wat een idioot. Bedankt hoor. Gaan we? Nou. Ja. Ik zal even een kindje. Ik moet hier nog een paar kleine dingetjes doen. Jezus, wat een ramp. Ik heb het misschien. Waar haal je zo gek vandaan? Want er klopt absoluut niks in. Die man zijn hoofd is niet genomen. Als ik het geweten had, ging op hem af. Maar ik moet dat ding afzetten, want ik wens helemaal hier niks meer mee te maken te hebben. Is het een probleem dat jullie de trein nemen? Nee, het is afgesproken dat het thuisgebracht zal worden. Ik heb van hoger. Ja, nou dan moet er een taxi komen. Jullie met de trein moeten. Echt man? Ja.